Celtic TV. We hebben Stijn Simonaitis voor de camera gehaald. Stijn, ik ga twee matchen bundelen. Assen, Gooik en vandaag. Fijn gevoel aan overgehouden? Assen, Gooik vooral. En vandaag was misschien iets minder, maar ik ben toch blij dat hij me al meepakt nu. En dat gaat beter en beter per week. Dus. Zijn we erover eens dan dat Assen, Gooik voor u eigenlijk de opening was, misschien naar het eerste elftal? Ik hoop het. Zien wij nog werkpunten? Ziet je zelf nog werkpunten waar de coach voor zou zeggen van oké, nog niet volledig klaar voor het A-team? Er zijn zeker altijd werkpunten. Voor mij persoonlijk, ik heb nog niet echt denk ik zo de positie van ga ik pivot spelen of op de flank. Dus dat is altijd een beetje zoeken, maar ja, voor een pivot. Opletten, niet te vaak kort op eigen helft terugzakken. Van die dingen gewoon. Maar ik werk eraan en dat gaat elke week beter en beter. Is de coach er misschien zelf ook nog niet uit of die u moet posteren op pivotpositie of op flank? Dat kan, maar er is ook veel meer concurrentie op de flanken. Nu is er één jongen weggevallen van voor een spits. Ik denk dat hij dat ook wil proberen met mij nu. Ik werk hard en doe mijn best en ze zullen zien. Als we een examen zouden houden, kent Stijn Simonaitis alle looplijnen? Ja. die hebben we erin gesmeden ondertussen. Ja. Is het nog met de nodige coaching? Is het soms dat je misschien iets te veel met de looplijnen bezig bent, waardoor dat de Stijn Simonaitis die wij kennen als de man van de actie en gewoon vrijuit voetballen. Doet je dat liever of zou je de mix ervan willen? Een mix is perfect, denk ik. Die looplijnen, daar moet je eigenlijk niet meer aan denken. Dat is nu voor mij ook begint dat een automatisme te worden. Gewoon. Terwijl in het begin, ik moest nadenken wat er nu gebeuren. En terwijl nu na zoveel trainingen, dat is bijna een automatisme. En dan kun je ook veel gemakkelijker eigen ding doen. Hè. Dan komt dat vanzelf. Dus mogen we straks toch verwachten dat Stijn eens een keer iets geks gaat doen waar de coach van gaat opkijken? Ik hoop het. Is het een doel op zich een beetje, je zegt zelf, er is nu iemand weggevallen, Youssef is enkele weken weg. Is het een beetje een doel voor te zeggen naar de coach toe van oké, kijk, hou rekening met mij, ook al komt Youssef straks terug, ik wil dat plaatsje behouden? Ja, sowieso. Als iedereen naar zijn eigen kijkt, iedereen wil bij de eerste ploeg zetten en waar kansen komen, waar kansen zijn, die moet je proberen te pakken. Ja, en dat is voor iedereen zo, dat is voor mij zo, dat is voor Youssef zo. Was het een moeilijke periode of was het moeilijk te aanvaarden om toch van Boksberg te komen, een beetje een belangrijke speler daar, om dan hier eigenlijk, het was toch een begin, maar het was toch vooral belofte. Was dat moeilijk om mee om te gaan, om die stap terug te zetten een beetje? Moeilijk niet, omdat ik dat ook wist ergens. Dat ik niet eerder de bepalendste speler ging worden. Maar omdat ik dat wist, dan daarom kun je eigenlijk ook altijd motiveren en beter worden. En als je zelf ook merkt dat dat beter en beter gaat en de trainer zegt dat tegen je, dan motiveert je alleen maar om beter te doen. Ja. Als je zegt, ik wist het een beetje van niet de lat niet te hoog leggen, ik wist waar ik aan toe was. Hoe ver leg je de lat dan voor de rest van het seizoen? Veel meer speelminuten maken bij de eerste ploeg gewoon. En daar hopelijk mijn goalen mee pikken en af en toe misschien een verschil kunnen maken waar de trainer eerlijk gezegd zich van kan verschieten. En dat zal alleen maar positief zijn voor mij. Dus daar moeten we naar uitkijken, allemaal met ons allen, bestel ik op dat ene gek moment van Stijn, waar de coach van gaat opkijken. Ja, hopelijk een paar. Oké, dan gaan we daar naar uitkijken en dank u voor het interview. Ja. Succes. Merci. Tweede interview, Celtic TV. Mo aan het woord. Ja. Mo, ik ga verder met u waar dat ik eigenlijk een beetje gestopt ben met Stijn. Dus een beetje naar de overgang van Boksberg dan maar naar de belofte. Bij u was het dan vorig jaar een beetje toch de doorbraak en dan nu ook weer een beetje geniveleerd, zou ik maar zeggen. Alles naar wens momenteel? Ja, zeker. Dit seizoen een nieuwe coach.
Een heel verschillende spel dan vorig jaar. We hebben er veel meer looplijnen bij gekregen, dus het is normaal dat ik een stap terug moet zetten bij de belofte en me terug erin werken. Dus. Maar ik heb er helemaal geen problemen mee, ik ben tevreden besteld. Dus. Ja. Dus ook hier komen de looplijnen terug. Bij Mo zitten die wel al heel goed onder de knie of ook moeite mee? Ja, ik heb ze toch redelijk goed door. Maar het is ook vooral omdat ik ze zowel bij de belofte als bij de eerste ploeg instudeer. Dus ik besteed er ook wel meer tijd aan. Dus vandaar dat die wat gemakkelijker verlopen dan moest ik maar één keer per week trainen. Ja. Dus de looplijnen onder de knie. Waar is Mo dan in verbeterd ten opzichte van vorig jaar? Ik denk dat je dat aan de T2 zou moeten vragen. Ik denk dat hij dat wel beter weet dan mij. Ik weet gewoon dat ik kleine werkpunten heb verbeterd, zoals meer het spel lezen. Maar zullen er wel meer dingen zijn waar ik in verbeterd ben. Maar ja. Gaat het niet. Het is u niet echt fysiek aan te zien, maar mij lijkt het wel dat je wat sterker bent geworden in duels. Dat u beter afgaat. Klopt dat? Is dat met veld te maken? Of? Ja, dat kan wel. Ja. Ik ben dit seizoen terug begonnen op veld. Misschien is dat daardoor. Misschien is het omdat ik dit jaar super gemotiveerd ben om er terug in te komen. Ik denk dat het toch wel een mix van beide is. Dus. Ja. Ik herinner me een gesprek vorig jaar. Dat je dus twee keer vergeet een bal buiten te stampen in cruciale fases. Waar dat ik dus aanhaalde met Petros, die dat bij Hasselt wel deed. Ik zie je vandaag bij 6-1 gewoon een bal keihard tegen zijn benen schot voor buiten. Is dat maturiteit gekregen? Ja, dat kun je wel zeggen. Zoals gezegd, vorig jaar had ik wel eens de neiging om verder te spelen wanneer het niet moest. En pas om die bal buiten te schotten deed ik iets geks. Dus ja, dit jaar is dat eruit. Dit jaar kijk ik ook naar mijn teamgenoten. Die spelen ook gewoon droog, professioneel. En ik probeer gewoon hetzelfde te doen. En dat is beter. Ja, dus eigenlijk als we naar een leerproces gaan, is het altijd leerrijk dan, zeg maar, en even negatief denken, meerdere wedstrijden bij de belofte te spelen, maar dan met een goed A-team waar je van leert, dan bij het A-team te zitten en daar toch rond u niet echt het hoge niveau te hebben. Dus het klikt toch misschien beter om te zeggen, ik kom er maar eens af en toe bij, maar het geheel is perfect. Ja, ik vind wel dat je gelijk hebt als ik bij de belofte ben. Daar kan ik iets meer mijn ding doen, iets meer proberen creatief te zijn. En dan bij de eerste ploeg is gewoon simpel droog. Dan als ik meer vertrouwen krijg met bepaalde wedstrijden, dan zal ik wel meer op mijn gemak spelen. Ja. Stijn moest even aanhalen. Ja, oké, okay, we zitten overal al een beetje dubbel bezet of driedubbel bezet. Qua pivot zijn er drie plaatsen. Vanachter zijn dat twee. Petros, Sven wordt een beetje omgebouwd. En we hebben dan, je hebt dan geluk, we hebben Kristalle Coppola. Hè. Dus daar zitten wel wat speelminuten aan voor u, niet? Ja, ik denk niet dat Coppola lang gekwetst zal zijn. Maar ik heb, zoals gezegd, twee heel goede spelers, Petros en Coppola. Ik moet daar tegen opboksen. Het zal moeilijk zijn, maar ja. Dat is toch mijn best. Maar ook hier dus gewoon, vooral dit jaar nog, leren van die gasten om dan volgend jaar misschien weer een stapje hoger te zetten. Ja, sowieso. Dan gaan we ook uw evolutie in doog houden en hopen dat je nog eens een keer voor de camera komt en beslissend bent geweest met zo'n mooie loop in een competitiematje. En even voor de mannen, die shot met links die was wel bedoeld. Dat was geen geluk. Oké, okay, bij deze een statement. Bedankt voor de interview. Graag gedaan.